Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Code Taal. Ik ben Max en hier is mijn maat Chip. Vandaag hebben we het over sloothoppen voor het goede doel. Een onzichtbare taart in Utrecht en een hond als burgemeester in Amersfoort. Echt, alle verhalen komen helemaal uit de AI. Klaar Chip, let's go! Hey Chip, hoorde je dat van dat sloothoppen in Limburg? Honderden mensen die van sloot naar sloot springen voor het goede doel. Haha, echt. Stel je voor, al die mensen in hun zondagse pak door de blubber. Haha. Haha, ja. En in kleurrijke kostuums ook nog. Ik zag een foto van iemand verkleed als een banaan. Denk je even in, een banaan in een sloot, haha. Ha, geweldig. Wacht, zou jij als banaan springen? Of typischer Max-stijl als een clownsvogel of zo? Misschien wel een pinguïn. Koude sloot, koud kostuum, toch logischer. Haha, en dan glibber je zo de sloot in, woeps. Net als die ene keer op de ijsbaan, weet je nog? Oh man, ja, met mijn gat op het ijs, hahaha. En je bril die toen in 1000 stukken vloog. Hoe lang heeft het geduurd voordat je weer normaal kon zien? Te lang, over die sloothoppers nog. Volgens mij wordt het zo een beetje tijd om door te hoppen naar het volgende, hè? Nou Chip, heb je het nieuws gezien over die vliegende auto in Duitsland? Ja, oh man, dat was me wat. Maar zeg, voordat we helemaal afdwalen, heb jij ook constant problemen met potloden die telkens breken? Haha, ja, dat gebeurt me altijd. Ik zit midden in een schets en ploep, daar gaat ie weer. Nou, ik heb dus iets gevonden, echt ideaal. Potloodpuntofoons. Potloodpuntofoons. Super degelijk en nooit meer die stomme breuken. Max, jij gebruikt ze toch ook? Ja, absoluut. Sinds ik die gebruik is mijn tekentechniek echt 75% verbeterd of zo. Echt een must-have. Weet je, mijn oud-ooms vrouw Ingrid maakt die dingen gewoon in haar eigen schuurtje. Nee, serieus? Haha, fantastisch. En luisteraars, we hebben eindelijk een sponsor, mensen. Jazeker, Potloodpuntofoons is onze eerste sponsor en we zijn super blij. Echt jongens, steun ons en koop die dingen. En meer sponsoren zijn altijd welkom, echt. Wij staan klaar voor jullie product. Potloodpuntofoons, de beste vriend van elke creatieveling. Precies. Mis het niet, probeer Potloodpuntofoons vandaag nog. Als je op zoek bent naar precisie, kies dan voor Potloodpuntofoons. Geloof ons, ze zijn echt fantastisch. Potloodpuntofoons, nooit meer een gebroken punt. Hey, Chip, heb je dat nieuwe dessert in Utrecht gezien? Die Invisible Pie. Oh ja, die zwevende suikerspin, toch? Wat een gedoe voor een hoop lucht. Haha! Haha, ja echt hè. Maar ja, het trekt blijkbaar veel Instagrammers aan. Alsof je echt een onzichtbare taart gaat eten. Tja, ik vraag me af of het smaakt naar niks. Kun je je dat voorstellen? Een haplucht en je denkt, oh, dit smaakt naar lucht. Hahaha, ja precies. Net als die keer dat jij zelf koekjes probeerde te bakken en ze letterlijk zwart uit de oven kwamen. Hey, die waren gewoon extra crispy. Maar weet je wat nog erger is? Die keer dat jij dacht dat suiker zout was. Mijn koffie was een ramp. Oh ja, oeps. Ah, maar serieus, die Invisible Pie, waarom zou je het willen? Volgende stap is een onzichtbare pizza, haha. Hahaha, wat dacht je van onzichtbare sushi? Zou een hit zijn bij de katten? Nou, volgens mij hebben we hier wel weer genoeg over gezegd. Alright, tijd voor het favoriete segment van de show. De luistervraag. Chip, heb jij de vraag bij de hand? Even kijken, hier is hij. Deze is van Jeroen uit Almelo. Hij vraagt, Max, als je een dier zou kunnen kiezen om een dag te zijn, welk dier zou je dan kiezen? Oeh, dat is een goeie, Jeroen. Welk dier zou ik... een eekhoorn. Die beestjes zijn zo lekker energiek, weet je wel. Net zoals ik 's ochtends na 3 koppen koffie... Haha, ja, Max. Jij en je koffieverslaving. Wist je dat eekhoorns helemaal gek zijn op pinda's? Pinda's zijn trouwens geen noten. Ze zijn bonen. Of nee, peulvruchten. Stel je voor, een eekhoorn met een hele voorraadkast vol peulvruchten. Horeca raccoon strikes again. Ik bedoel, peulvruchten zijn toch net te gezond? Ik denk dat ik eerder een panda zou zijn, want dan kan ik de hele dag lekker bamboe eten en een beetje lummelen, weet je wel? Ja, en panda's hebben geen zorgen over belastingaangifte. Of bedenk eens,
Een octopus met 8 tentakels. Je zou multitasken als een malle. Koffie zetten met 1 tentakel. En koekjes eten met de andere. Haha, maar wacht even. Octopussen zijn toch super intelligent? Misschien te slim voor ons? Ja, je hebt gelijk. Max, stel je voor dat een octopus het nieuws zou presenteren. Elke tentakel biedt een apart segment. Ja, en dan zou je elkaar onderbreken met je tentakels. Zoiets als wat wij nu doen. Precies! Nou, volgens mij hebben we hier wel weer genoeg over gezegd voor vandaag. Haha, helemaal mee eens. Op naar het volgende segment. Oh, Chip, had je dat gehoord? In Amersfoort was er een hondburgemeester voor een dag. Wat? Ja, echt waar. Een golden retriever, genaamd Max, net als ik. Aha, burgemeester Max. Klinkt als een film. Ja, hij droeg zo'n burgemeesterskostuum en deed allemaal symbolische taken. Symbolische taken zoals wat koekjes uitdelen? Nou, hij verwelkomde nieuwe inwoners en opende een hondenspeelpark. Dat is toch geweldig. Stel je voor een hond die jouw postbode speelt. Hahaha. Hahaha, ja echt hè? Hey, als ik een hond was, zou ik alles in huis verstoppen. Hahaha, ik zou mijn eigen schoenen begraven. Hé, herinner je je die keer dat ik mijn sleutels kwijt was en... Ja, je vond ze in de koelkast. Hahaha. Oh man, chaos. Vertel mij wat. Ooit had ik een hamster die uit zijn kooi ontsnapte en... Nou, volgens mij hebben we wel weer genoeg hierover gezegd. Nou Max, dat was het dan weer voor deze week, denk ik dan. Aan al onze luisteraars, bedankt dat jullie weer hebben geluisterd naar Co de Taal. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En als je genoten hebt van deze aflevering, laat dan een review achter op jouw favoriete podcastplatform. Tot slot, een grote dank aan jullie, onze luisteraars, die elke week weer inschakelen. Deze podcast is automatisch gegenereerd met AI bij Lab 3 in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Home.